Goedemiddag, lieve broers en zusters, vrienden. Hierdie inperking laat mij iets beleef van hoe het voel om al hoe meer en meer geïsoleerd te raak. Al hoe meer afgesnijd te word van mensen rondom jou en saam met jou. En is asof een mens in die proces iets van jou bestaan, iets van jou menswees verloor. En hier is maar nog een vriendelijke isolatie. Wat als dit vijandig zou raak? Wat als isolatie met geweld afgedwongen zou worden? Dat jij letterlijk een kant toe gestuurd zou worden en geïgnoreerd zou worden, gemarginaliseerd zou worden, verstoord zou worden, omdat jij gewoon als mens niet belangrijk genoeg is niet. Omdat daar niet rechtvaardig tegen je opgetreden wordt volgens ons grondwet niet, maar je behandeld wordt op grond van je omstandigheden, wie jy is, hoe jy lyk, waar jy vandaan kom. Nog erger, wat als jij uitgerangeerd zou worden omdat jy Christen is? Omdat jouw leven niet lekker inpas bij die waardes in die sedelike leven van die samenleving nie. Verstaan je iets van die eenzaamheid, iets van die hooploosheid wat een mens kan oorval als het zo met jou gaan? Wat dan? Wat dan gemaakt? Ons Heere's antwoord hierop is een geestelijke tuiste. Volgens 1 Petrus 2 vers 4 en vers 5. Kom luister zondag hoe dat die Heere ons wil opbouw als een geestelijke huis waar ons sy koestering, sy liefde, saam kan beleef, waar ons weer met nieuwe hoop vervul kan worden.